Ik kan geen nieuw bestand openen. Hey, met Peter van C3D en Masters in. Potentieel start je SketchUp of ga je SketchUp een nieuw bestand openen en dan krijg je de melding You're not licensed, authorization code not be used of een of andere melding die zegt je kan op dit moment geen nieuw bestand openen. Je kan nog wel met huidige werken, maar geen nieuw bestand openen. In zeer veel gevallen betekent dat eigenlijk dat je alleen maar een sign-out moet gaan doen en daarna bij SketchUp afsluit, even herstart en dan gewoon terug een sign-in activatie doet. Dat lost in zeer veel gevallen dat probleem helemaal op. Mogelijk na deze stap te doen, zou het kunnen zijn dat je dan een andere melding krijgt over te veel activaties, too many activations. En om dat op te lossen, kijk je naar de video hoe too many activations oplossen.